Slecht nieuws voor de tijdelijke bewoners van het Fort Beneden-Lent. Gisteren kregen zij te horen dat ze binnen een maand hun fort moeten verlaten. Staatsbosbeheer wil de gammele brug die naar het complex gaat gaan vernieuwen. Maar dat betekent dat de bewoners niet meer bij hun huis kunnen komen. We hebben gisteren slecht nieuws gekregen. Dat bereikt ons gek genoeg via de Gelderlander als eerste. Uh, wij moeten. Uh, hier 30 november eruit. En dat is uh, de opzegtermijn van ons antikraakcontract. Wij moeten hier over een maand weg omdat uh, deze op opstaan uh, erg bouwvallig is en die wordt over een maand gesloopt. Dat betekent dat het hier waarschijnlijk minimaal vier maanden leeg staat. Want uh, als die inschrijving start, nou, dan heb je een termijn misschien tot uh, zeg maar juni. Uh, dan moet er nog een commissie overheen. Het, voordat de volgende partij de sleutels heeft en aan de gang kan, dan ben je misschien alweer een jaar verder. En, nou, we weten uit de afgelopen jaren dat in een jaar dit fort heel erg ver achteruit kan gaan. Alleen het grasmaaien kostte ons bijvoorbeeld al, moest al één keer in de twee weken en dat kost al acht uur om een indicatie te geven. En ja, het onderhoud, de daken beginnen dan te lekken. In de winter moet je een beetje blijven stoken. Dus ik denk dat in een jaar, als het zo gaat, dan gaat het heel ver achteruit. En dat zou zonde zijn. Uh, want Staatspostbeheer heeft aangegeven ergens tussen december, wanneer deze brug gesloopt wordt en maart, wanneer de inschrijving start, een nieuwe brug te bouwen. Dus het kan zijn dat het uh, fort vier maanden lang uh, uh, onbereikbaar wordt omdat er geen brug ligt. En dat had denk ik wel anders gekund. Ja, ja De komende vier weken betekent natuurlijk uh, dat we hard op zoek gaan naar uh, nieuwe woning. Uh, we wonen hier met z'n drieën, dus we zullen alle drie nieuwe woningen moeten zoeken. Uh, maar dan, daarna, vanaf december, als, uh, als we de tijd weer hebben, dan uh, Gaan we hard aan de slag voor een goed plan? Want in maart start de inschrijving voor de openbare aanbesteding, hebben we begrepen. Ja, de stichting streeft in ieder geval restauratie en behoud van cultuur-historisch erfgoed na. En het, uh, natuur, uh, de natuurwaarden behouden hier. Um, daarnaast uh, samenwerking met uh, lokale partijen. Dat de stichting eigenlijk een soort faciliterende rol inneemt. Maar dat uh, partijen waarmee we in contact zijn, zoals het citadelcollege, natuurlessen of geschiedenislessen kunnen geven. Of de Cobomen, dat die hier een werkplaats hebben. Of dat je een multifunctionele ruimtes voor de toekomstige wijk hebt. Dat mensen ook met een laag inkomen hier een, een zaaltje kunnen huren. En zodat je hier een soort ontmoetingsplek krijgt van allerlei lokale initiatieven en mensen. En dan heb je, denk ik, echt een mooie plek in de toekomst. En we hebben iedereen uitgenodigd om te komen kijken. Want er gaan natuurlijk dingen veranderen. En dit is nu een prachtige plek. En het zou zonde zijn als dat verloren gaat.